Hoi, ik ben Miri. En mijn passion Kucha gaat over de Amerikaanse rockband Guns N' Roses. Deze band is opgericht in 1985. Ik ben er heel erg fan van, dus vandaar dat ik ook mijn passion Kucha daarover doe. De oprichters waren Axl Rose, de zanger, Duff McKagan, de bassist, Robbie Gardner, de drummer en de gitaristen Tracy Guns en Izzy Stradlin. Guns N' Roses is een samenvoeging van de bands LA Guns en Hollywood Rose. Later zijn Slash, de gitarist, en de drummer Steven Adler er nog bijgekomen. Hierdoor was de originele samenstelling een feit. Met deze originele samenstelling is het album Appetite for Destruction gemaakt. Hiervan zijn toen 28 miljoen exemplaren verkocht. Omdat de originele hoes van dit album te schokkend was, is deze later veranderd. Deze hoes kun je ook zien op het plaatje. Op dit album stond het bekende nummer Welcome to the Jungle. In 1991 zijn de albums Use Your Illusion 1 en Use Your Illusion 2 uitgebracht. Met onder andere de nummers November Rain, Don't Cry, Knocking on Heaven's Door, Civil War. De hoes is van een schilderij van Raphaël. Het heet School van Athene. En dat is hier. De hoes is een fragment van dit schilderij. Knocking on Heaven's Door is een cover van Bob Dylan. Het refrein is steeds een herhaling van de titel. En de melodie wordt ondersteund door de vier akkoorden: G, D, A minor 7 en C. Het stond op nummer 1 in Nederland voor 4 weken en was de best verkochte single in 1992. November Rain is een van de populairste nummers van Guns N' Roses. Het is een 9 minuten lange rockballad en naast de gebruikelijke rockinstrumentarium is er ook gebruik gemaakt van strijkers, een piano en een koor. Ook komen er in totaal 3 gitaarsolos van Slash in voor. Door het grote succes leven de leden van de band het echte rock'n'roll leven. Vol met drugs, drank, gesloopte hotelkamers en andere schandalen. Ze staan al snel bekend als de most dangerous band of the world. Door het vele gebruik van drank en drugs liep het vaak uit de hand. Als sommige mensen in deze band niet stoppen met drugs, is dit het einde, dreigde Axl zelfs een keer. Steven Adler, de drummer, is dan ook daadwerkelijk uit de band gezet, omdat hij niet wil afkicken. Na het mindere succesvolle coveralbum The Spaghetti Incident viel de band langzaam uit elkaar, door de vele ruzies. Totdat alleen Axl Rose overbleef. Hij vormde in 1998 een nieuwe groep met andere leden. Een tijd later werd het album Chinese Democracy uitgebracht en The Greatest Hits album. Echter waren de ex-leden het hier niet mee eens. Op het plaatje zie je zeg maar het nieuwe Guns N' Roses. Dit nieuwe Guns N' Roses is lang niet zo populair als het oude Guns N' Roses bij de fans. De concerten zijn ook lang niet altijd uitverkocht en er komen ook geen nieuwe albums en hits meer uit. Dit stelt veel fans erg teleur. Maar in 2015 gingen er geruchten dat Slash weer terug bij de band zou komen. Later werd bekend dat ook Duff McKagan weer zou meedoen. Het werd officieel. De Not In This Lifetime Tour met de originele bezetting zou plaatsvinden. Vanwege de vele ruzies tussen de bandleden in het verleden had niemand dit ooit gedacht. Ook buiten Amerika zou Guns N' Roses gaan toeren. Zo ook in Nederland, in het Goffertpark te Nijmegen. Toen ik dat hoorde als echte fan, geloofde ik dat echt niet. En moest ik natuurlijk zo snel mogelijk kaartjes hebben. Dus mijn vader en ik hebben die gelijk gekocht. En wij gaan er samen deze zomer heen. Het is voor mij echt een soort droom die uitkomt. Daar ben ik heel, heel blij om. Mijn eigen favoriete nummer is Civil War.
Ik vind het nummer zo goed, omdat ja, het is echt een protestsong tegen de Vietnamoorlog en de burgerrechten in Amerika. Ik vind de tekst heel sterk, zoals de zin feeds the rich while it buries the poor. Ja, dat vind ik gewoon heel sterk. Nou, ook vind ik de gitaarriffs heel vet en de opbouw van dit nummer ja, vind ik erg goed. Je voelt echt de spanning, zeg maar, opbouwen. En het geeft mij gewoon ja, heel veel energie. Ja, dat is eigenlijk ook meteen waarom ik Guns N' Roses ja, zo leuk vind. Het geeft me echt energie. En sommige nummers, daar kan ik gewoon heel erg bij wegdromen. En doen me echt nadenken over waar ze over zingen. En ja, ik vind ze gewoon ook wel gewoon cool. Ze geven niet heel veel. Ja, ze is echt gewoon een LA rockband. Nou ja, ze geven niet zoveel om wat de buitenwereld van hen denkt. Ja, ik weet niet, het doet me wel gewoon iets. Nou ja, ik hoop dat deze Petje Kutja een beetje leuk was. En ja, bedankt voor het kijken.